Hebben we het over Afghanistan, dan gaat het al snel over de Taliban. Mannen met baarden, tulbanden, streng islamitisch gedachtegoed en verantwoordelijk voor veel, veel geweld. En toch ligt volgens velen het lot van Afghanistan nu in hun handen. En dus rijst de vraag, wie zijn de Taliban en wat willen ze? De beweging ontstond eind jaren 80 in Pakistan. Afghaanse mannen die daar waren opgeleid in strenge islamscholen keerden in de jaren 90 terug naar hun land. Daar vochten toen, na een jarenlange oorlog, verschillende krijgsheren om de macht. De Taliban wilden de orde terugbrengen. In 1996 kwamen ze aan de macht in de hoofdstad Kabul. En in het begin waren mensen daar nog blij mee. Maar het regime van de fundamentalistische Taliban was ook streng. Burka's werden verplicht, scholen voor meisjes gingen dicht, veel sporten en muziek werden verboden en wie zondigde werd zwaar gestraft. Toch was de aandacht van de wereld niet echt op Afghanistan gericht. Tot dit moment. De aanslagen op 11 september 2001 in New York waren uitgevoerd door terreurgroep Al-Qaeda en voorbereid in Afghanistan. Maar de Taliban, die daar nog steeds aan de macht waren, weigerden de leider van Al-Qaeda, Osama Bin Laden, uit te leveren. En dat lieten de Verenigde Staten niet gebeuren. On my orders. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Binnen enkele weken verdreef het Amerikaanse leger de Taliban uit Kabul en kwam er een burgerregering. Maar echt verdreven waren de Taliban niet. De organisatie bleef actief en volgde zich de jaren daarna een weg terug. Op dit moment heeft de Afghaanse regering ongeveer de helft van het land in handen. De andere helft zijn gebieden die al in handen zijn van de Taliban of waar nog om wordt gevochten. En daar komt bovenop dat Trump het Amerikaanse leger snel wil terughalen uit Afghanistan. The American people are weary of war without victory. En de beste kans die Trump daarvoor ziet is een vredesakkoord met de Taliban. Gesprekken daarover zijn al maanden aan de gang en krijgen veel kritiek. Want de Taliban praten wel met de Amerikanen, maar niet met de Afghaanse regering. Die weigeren ze te erkennen, terwijl ze juist met die regering vrede moeten sluiten. Veel Afghaanse burgers zijn daarom bezorgd. Zij vrezen dat de gesprekken met de Taliban zullen leiden tot een terugkeer in de regering van Afghanistan. En dus een terugkeer naar een fundamentalistisch regime. De regering van Afghanistan wil wel onderhandelen met de Taliban, maar die blijven dat weigeren. En dus is het lang niet zeker of een vredesakkoord met de Taliban ook vrede betekent voor Afghanistan.